de familie, alle van harte welkom. Dan is het aan mij de taak om onze beide jubilarissen even te vereren met, ja, Janus, hoe moet ik het noemen? Zullen we eerst het jou nemen? Janus. Er is mij eigenlijk een beetje het glad, heel interessant. Maar toch, Janus, er stond één ding in wat niet klopte. U was geen lid van het bestuur geweest. Maar u bent wel een paar keer het deken geweest. En dat deken zei nou in dat je toch een klein beetje zeggenschap hebt in dat bestuur. Dus dat was een kleine correctie over hetgeen wat in de krant stond. Maar dat is toch niet zo erg. Janus, 50 jaar lid van een gilde. Dat is nogal wat. En toen ik een kleine jongen was, ik vergeet het nooit meer. Toen mocht ik met mijn vader mee naar de schietbaan. Je weet het nog, hè? En dat was van de landwacht, heette dat zo? Landstorm. Landstorm. En u hebt gezegd in de krant dat je niet veel geschoten hebt, maar toen heb je niks anders gedaan dan geschoten. Dus alles klopt niet precies wat in de krant is, maar dat is ook niet zo erg. Wel, ik wil dan overgaan, Janus, tot het decoreren van jou, want... En ik zou bijna willen zeggen, tot over 25 jaar, maar ik ben bang dat dat niet meer lukt. Maar wel is het zo, Janus, dat... Ja, dan loopt er misschien gefeliciteerd wordt. En straks komt er nog wel een bolletje achteraan, denk ik. Ja, dus nogmaals, van harte gefeliciteerd. Henk, dan is de beurt aan jou. Ja, van jou wordt het iets moeilijker om daar iets van te zeggen. Maar... Het scheelt al de helft, hè? Je bent er maar 25 jaar bij, Janus 50. En Janus is altijd zeer trouw lid geweest. Henk is dat ook altijd geweest, maar hij is niet altijd aanwezig. Dat is eigenlijk een beetje jammer. Maar ik heb het ook druk. En dat neem ik aan, dat zal ook de reden zijn dat je niet altijd op de avonden kunt zijn, op de bieravond of wat dan ook. Henk, als ik me goed herinner, ik weet één ding zeker, je hebt vroeger dus de standaard gereden op een paard. En op een zeker moment ben je daar afgesodemieterd. Toen was het paardrijden wat betreft de schutterij afgelopen. Dat is eigenlijk jammer, want een standaard, een ruiter te paard... Ik heb nou weer de goeie. En dan weer de goeie. Nou, dan hoop ik dat je straks toch weer eens een keer op het paard klimt, het kostuum aantrekt, de standaard erbij pakt en voor ons uit gaat rijden in, op de kringdag of waar dan ook. Dat zou mooi zijn. Maar dat neemt niet weg, Henk, dat ook jij een medaille hebt verdiend. Ik kan hier nog een half uur gestaan te praten over jou, maar één ding wil ik nog zeggen. Ik heb gezegd, je bent niet altijd aanwezig geweest, is ook niet zo erg. Maar je bent nou wel deken geworden. Wow. En op de laatste bestuursvergadering is het mij opgevallen, Henk, dat jij direct alle interesse kreeg in hoe zit deze, hoe zit dat en hoe doe je dat. Nou, ik vond het interessant. Ik denk, hey, Henk, dat wordt best nog eens een keer een hele goeie. En die wil straks beslist nog eens een keer in het bestuur komen, maar ik denk dat je eerst een beetje... Wat die drukte van een... Maar weet je wat een deken eigenlijk is? Een deken die weet niet waar onder het laken gebeurt. Nou. Ik heb er al zo tegen Pieter de Kruster gezeten en die begreep precies wat ik bedoel. Die begreep me wel. Nou, ik begrijp het ook een klein beetje, maar we zullen het daar niet verder over hebben. Henk, als jij even wilt gaan staan, dan wil ik ook jou de medaille opspelden. Hij is niet gewend in de kamer. Henk, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Ah, nou ja. Wil even naar voren komen, Mietje.
Jans, wil ik misschien ook even zijn beurt komen? Ja, voor Janus was het iets moeilijker om het bloemetje te plaatsen. En dan hebben wij gedacht om dat aan Jans te overhandigen. Die toch zo'n beetje de naaste, ja, niet buren is natuurlijk, maar naast. Weet u toch wel, hè? Jans, mag ik het bloemetje overhandigen namens het gilde? En u daarbij ook feliciteren. Feliciteren. En ook voor Mien hebben wij een bloemetje. Mien, ook van harte gefeliciteerd. Mag ik het u overhandigen, alsjeblieft. En ook van harte gefeliciteerd. Hè? Gilde broeders, gilde zusters, genodigden. Maar in het bijzonder de heer Adriaan. Janus voor Intimie, heb ik net laten vertellen. Adriaan Witbox. Samen met u ga ik heel even terug naar halverwege de jaren 40. Na die verschrikkelijke oorlog moesten veel zaken weer opnieuw op de rails gezet worden. Sommige dingen waren verloren gegaan, sommige in stilte blijven bestaan. Eén daarvan waren de gilden. Zoals zo vaak tijdens het eeuwenlange bestaan van het gildewezen, heeft ook het gilde Sint Joris de tijden getrotseerd. Velen wilden weer ergens bij horen, zo ook u, meneer Witlox. Geboren en getogen in Helvoort, van huis uit landbouwer, werd u in 1946 lid van Sint Joris, nu dus 50 jaar geleden. Ik denk dat u zich toen onbewust, of misschien toch wel een beetje bewust, bij het gilde Sint Joris hebt aangemeld. Want weet u, Joris komt van het Griekse woord Georgios, dat landbouwer betekent. Er zijn ook enige weerspreuken waar Sint Joris in voorkomt. Belangrijk voor uw dagelijks werk, meneer Witlox, maar minder leuk voor ons gewone burgers. Er komt namelijk veel regen in voor. Als derde reden zou kunnen gelden dat Sint Joris werd aangeroepen voor huidziekten bij paarden. Een paar keer tijdens uw gildejaren bent u deken geweest in uw gilde. U hield alles bij. Een specifiek onderdeel of onderwerp had u niet. Soms maakte u wel eens een opmerking naar het bestuur. Bijvoorbeeld als men tijdens hevige regenbuien de nieuwe pluimen op de hoed wilde zetten. Meneer Witlox, vanwege uw 50-jarig lidmaatschap van het gilde Sint Joris, uw getoonde trouw, dienstbaarheid en broederschap, heeft het bestuur van de gilde Kring Maasland besloten u toe te kennen de kringonderscheiding in zilver. Ik wil u hiermee van harte feliciteren en hoop dat u de onderscheiding nog vele jaren in gezondheid mag dragen. Nou moet ik mede namens de zilversmid een excuus maken. Ik heb het al even met de hoofdman doorgenomen. De zilversmid heeft er per abuis een legpenning van gemaakt. De tijd was nog te kort om er een medaille van te laten maken. Dus ik geef hem aan u, meneer Witlox. En ja, ik wil hem straks of volgende week toch weer even terug hebben, want dan maken we er een hele mooie medaille van. Maar ik heb in ieder geval het hele officieel stuk heb ik hierbij. Gefeliciteerd en nog heel veel jaren plezier. En het gilde ook gefeliciteerd. Dank u wel. Dank u wel.